Wim Scholmeijer, bondscoach van Team NL, vandaag hier bij de Korfbal Challenge. Een weekend lang topkorfbal hier in het Topsportcentrum. Hoe is het voor jou als bondscoach hier korfballen? Ja, het is elk jaar een prachtig evenement om bij te zijn. Waarbij je overdag alle talent wat in Nederland rondloopt in alle leeftijdscategorieën, die zijn onderling met elkaar aan het vechten. En s'avonds heb je de beste spelers van de wereld tegenover elkaar met een prachtige wedstrijd. Dus ja, dat is fantastisch. Hoe vind je het niveau dit jaar? Oh, maar dat is eigenlijk net als elk jaar gewoon heel erg goed. Kijk, het zijn de beste spelers die we hebben. En het niveau bij de jeugd stijgt elk jaar weer. Want ja, die gasten doen tegenwoordig dingen wat je denkt, nou, ongelooflijk. En ja, s'avonds is het gewoon een topprogramma met de beste spelers. Want je ziet het nu ook al, het talentteam van Nederland maakt het gewoon PKC knap lastig. Ja, kijk, deze jonge spelers die zijn al jarenlang elke dag aan het trainen. En die willen de strijd aan met de gevestigde orde. Dat doen ze bij een club, zijn ze het talent, zijn ze goed. En nu samengevoegd ja, is dat een hele speciale positie om als het beste talent tegen PKC, tegen hun helden te mogen vechten. En ze doen het fantastisch. Nederland komt natuurlijk dan ook vanavond uit hier. Wat wil jij? Natuurlijk, Nederland is een sterkste team, misschien wel van heel de wereld al met al. Wat probeer je dan met dit team op zo'n toernooi te doen vooral? Ja, kijk, ik heb niet de spelers van Fortuna, ik heb niet de spelers van PKC. Dus ik moet aanvullen. Jong Oranje moet ik vanaf blijven. Dus ik krijg een soort van wat er overblijft, aangevuld met andere talentvolle spelers die we op het oog hebben om aan te sluiten. En dan moet je in hele korte tijd een goed team van samenstellen. En dat is lastig, maar dat is ook een hele leuke uitdaging. Zijn enorm gedreven, zijn de beste spelers. Dus het zou moeten, maar het is nog geen gegeven dat ook de beste spelers samen het beste team maakt. Want je speelt wel tegen een team die heel veel samenspeelt en al, ja, waar al automatisme al in zit. En dat is eigenlijk de strijd van individueel talent tegen echt een team. Een van die afwezigen is Richard Kunst. Hij is weer terug bij Oranje, maar vandaag speelt hij mee met PKC. Wat kan hij nog brengen bij dit Oranje? Want hij heeft eigenlijk al alles gewonnen wat het winnen valt met dit team. Nou, we hebben drie factoren wat maakt of je in aanmerking komt voor het nationaal team. Dus één, je bent een van de beste spelers van de league. Twee, je bent een voorbeeld voor de jeugd en een uithangbord voor de sport. En derde is dat je graag wil blijven ontwikkelen. Nou, hij voldoet aan alle drie de eisen. Dus dan is het voor ons geen enkel argument om hem niet mee te nemen. Hij hoort gewoon bij het team, bij de beste spelers. Dus dat was voor ons geen twijfel. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, er zijn zoveel talenten. Dat zie je vanavond bijvoorbeeld ook bij de Korfbal Challenge. Nou, Kunst, ja, jouw tijd is geweest. We kunnen misschien ook iemand anders de kans geven. Ja, talent is mooi, maar het gaat in eerste instantie om kwaliteit. Dus je talent hebt, dan moet je winnen. Eerst van hem winnen en dan van de troon stoten. En dan kom je in aanmerking. En ik denk dat dat gebeurt hoor. Ook zie je nu, ze rammen echt wel aan de deur. Het scheelt echt niet zoveel. Maar als wij het gevoel hebben dat Richard nog steeds beter is dan een van de talentvolle, laten we eerst maar hem van de troon stoten voordat die persoon in aanmerking komt. Er is ook een troon van bondscoach bij Oranje. Jij hebt nog een jaar contract. Wat ga je doen? Ik heb een jaar contract en dan ga ik in aanloop naar het EK in Antwerpen. Spelen we in november, daar gaan we ons op richten. Nu is het, we zitten midden in de competities van de club. Dus dat is een lastige periode voor ons, waar wij even een stapje terug moeten doen. Vanaf april spelen we de finale natuurlijk weer in Ahoy. En daarna gaan we met het nationaal team vol in voorbereiding op dat toernooi. En dat is waar wij ons op richten. De laatste paar jaar, elk jaar nog een jaar contract gehad. En elk jaar een groot toernooi, dus dat is waar we ons op gaan richten. Maar wil je door? Ik kan me voorstellen, in Papendrecht is ook een hele grote club die zonder coach zit volgend jaar. Ja, ik snap je vraag. En in Sassheim is ook een vacature. Op dit moment gaat het daar ook niet over. Ik heb nog een jaar contract en ik denk dat het ook gewoon netjes is om daarop te richten. En alles wat daarna komt, dat zien we dan wel weer. Heb je nog niet gesproken met een andere club eventueel? Nee hoor, ik hou me op dit moment bezig met mijn eigen baan. En dat loopt nog heel lang door, dus komt wel goed. Dus wat jou betreft blijft voorlopig nog wel bondscoach van het Nederlands team? Nou, komende jaar sowieso en daarna zullen we het wel zien. Want je hebt al eens gezegd dat je niet in de league wilde coachen, omdat je al de beste spelers tot je beschikking had. Kun je er nog een keer aan? Je had de beste spelers, je hebt de beste spelers tot je beschikking. Ik kan me voorstellen dat je misschien toch denkt, nou ja, in de league zitten ook wel hele goede spelers. Ik wil misschien daar toch ook wel coachen. Oh ja, zeker. Tuurlijk trek dat wel. En ik zit alleen nu in echt een topsport en een echte professionele wereld waarom je zeker de voorwaarden om tot topsport te komen zijn gigantisch goed ingevuld bij het nationaal team. Tuurlijk, je bent de beste van de wereld, dus de uitdaging zit meer in het innoveren en het vernieuwen. Nou, die taak hebben wij op ons genomen en ik denk dat we dat fantastisch doen. Op clubniveau gaat het echt om wedstrijden winnen en elk weekend weer de strijd aangaan. Dat is natuurlijk van een hele andere orde.
En allebei de werelden hebben zo zijn voordelen en zo ook zijn nadelen.